Waarom anders dan andere jaren? Nou, dat komt natuurlijk door de corona. We hebben 5 weken geleden groen licht gekregen van de KNTB dat we het mochten organiseren. Nou ja, het eerste wat dan gaat spelen is, hoe ga je dat organiseren? Wat zijn de adviezen ook van de KNLTB? En een van de adviezen was om op tijd te gaan spelen. Verschillende tijdblokken, dat je gewoon niet te veel mensen hier krijgt. Ik heb gezorgd dat hier iemand een contactpersoon wordt, Lia Bossenwinkel. Die heeft zich volledig ingezet op het corona gebeuren. Wat wel mag en wat niet mag. En zoals je ziet is het volledig coronaproof. Ja, want hoe is de inschrijving geweest dit jaar? Nou, ik ben een wat langer toernooileider geweest. En ik kan me niet herinneren dat we meer dan 400 deelnemers hier hebben gehad. Niet te vergeten dat we hier 2 toernooien in 1 week organiseren. Van 100 kids overdag en ruim 300 volwassenen. Dus dat is eigenlijk wel ongekend veel. Maar goed, niet te vergeten, men heeft lang niet kunnen spelen. En dat zal wel een van de redenen zijn dat iedereen graag weer een potje wil spelen. En het kan mooi op tijd. En gezien de temperaturen klaagt echt niemand erover. Toch blij. We hebben hier gewoon een heel goed team. Ik wil ook even de namen Mats Schombert en Luca Ripoli noemen. Die zetten zich in als, voor het jeugdtoernooi, Who's Lucky. En die doen onbegrijpelijk veel. Dat is eigenlijk niet te beschrijven hoeveel. En ze zijn heel actief op social media, filmmateriaal, technisch. Dus heel veel verstand. Dus er zijn ook echt wel mensen die het in de toekomst gaan overnemen, denk ik. Dus ik wou het toch graag even noemen. Daar zijn jullie super blij mee. En wat ik ook steeds zie en wat er geweldig leuk uitziet, is al die kinderen die in hun roze shirts heel hard over dat veld rennen om die banen weer in orde te maken tussen de wedstrijden door. Hoe hebben jullie dat zo kunnen verzieren, zeg maar? Nou, dat is ook eigenlijk een beetje initiatief van de jongens. Er zit een groepje onder, dat zijn jonge kids. Die benader ik dan weer of ze in staat zijn of willen helpen. En dan gaat het puur om vegen, lijntjes, het hele weekend door. En die zijn natuurlijk in zicht met een oranje shirtje. Dus dat is de crew van de banen. Dus daar zijn we ook heel blij mee. Ja, maar ik heb ook gehoord dat de prijsuitreiking anders gaat. Hoe gaat dat dan? Ja, nou, wat gewoon heel belangrijk is, je mag natuurlijk niet meer dan 250 mensen op je park hebben. We hebben toen wel gediscussieerd, houden we een prijsuitreiking of niet. We hebben gezegd van, nou, lijkt ons niet verstandig. Hè? Als je naar een finale dag gaat, dan, dan heb je zo 200-300 man op je park. En dat lijkt ons niet verstandig. En vandaag de dag is het ook niet meer zo heel erg, die prijsuitreiking. En men moet vaak lang wachten. En dus we hebben ervoor gekozen om de prijzen gewoon mee te geven.